Wij zijn misschien niet zo gewend om daaraan te denken, aan de democratie te denken als iets dat ook voorbij kan gaan. Oh. Wij zijn misschien ook mede onder invloed van Amerikaanse propaganda tijdens de Koude Oorlog opgevoed met het idee dat de democratie een soort van eindstadium is. Als iedereen nou maar alle landen ter wereld democratisch worden naar Amerikaans model, hebben we duizend jaar wereldvrede. Maar zo is het natuurlijk niet. Een democratie is een buitengewoon fragiel en onderhoudsgevoelig. Uh, bestel en dat wel degelijk aan zichzelf ten onder kan gaan. Democratieën kunnen een dictatuur voortbrengen. Zoals we vaker in de geschiedenis hebben gezien. En zoals ook vandaag de dag in verschillende landen gebeurt. Ja. Ja. En het begint natuurlijk allemaal, dat is het angstaanjagende. Dan, uh, dan zijn jullie, heb je groot gelijk dat je daarop wijst. Het begint op het normaliseren van antidemocratische en anticonstitutionele opvattingen.